jammer. Het is zondag. De dag van de rust. Maar er is genoeg te doen hier zo. Ik, wat ga ik vandaag doen? Ik ga, ik ga even een rondje lopen. En dan, ik weet niet van hoeveel kilometer, misschien een kilometer of 5, 6 of langer. Misschien ga ik vanmiddag nog even naar de kerstmarkt, maar ik ben niet zo op de kerst. Dus ik vind al heel wat dat ik een kerstboom heb staan. Ik heb als ontbijt heb ik twee heerlijke zondagse crackers met Amerikaanse filet en een kop thee. Mijn mutsje ligt al klaar. Dus, onze vriendin houdt even alles strak in de gaten. Want die vindt American filet, dat vindt ze ook wel lekker. Dus, ik was gisteravond op die kerstborrel. Ik was binnen een uur weer terug. Mijn lichaam reageert heel raar op alcohol. Ik had dan een glaasje witte wijn en ik had zo'n gluwijn. Van die gluwijn werd ik een beetje beroerd. En, ik denk, ik ga naar huis. Dus ik was er om 6:15 en om 7:00 was ik alweer thuis. Dus, mijn dieet en mijn sporten en zo reageert mijn lichaam heel raar op alcohol. Dus ik kan het beter niet meer doen. En ik had toch een aardige bodem in mijn lijf. Ik zie jullie later. Ik ben bij de lunch aangebroken. Ik heb bijna 8 kilometer gelopen, oftewel 7 kilometer en 940 meter. Dus op 60 meter geen 8 kilometer. Maar ik heb heerlijk gelopen. Ik heb de camera niet meegenomen, maar ik heb wel foto's onderweg gemaakt. En die krijgt u na dit filmpje te zien. Ik heb onze herstelling. Heb ik veel eiwitten. En ik heb heerlijke omelet gemaakt met champignons en ontbijtspek en tomaten en die ga ik even oppeuzelen en dan ga ik nog even, ik moet nog even naar de start van. Gisteravond scheen mijn kookding ermee uit, of tenminste mijn waterkoker die scheen ermee uit. En ik had gisteravond ontzettend de kramp in mijn rechter linkerbeen. Dus daarom ben ik eventjes gaan wandelen. Ik zie jullie later. Zo, goedenavond. We zijn aangekomen bij. Wat eten we vanavond? Wij eten vanavond heel makkelijk. Ik heb botersla. Nee, gegrilde kip op een bedje van botersla en tomaten. Het recept staat op robertswereld.nl. WordPress. Dit is wat je nodig hebt. Een hele kip. Ik heb hem al gegrild. En ik heb hem al de 1-2 geknipt. Dan gaat zo meteen de oven in. Botersla.
Kun je zo kopen bij Albert de Gein. Zo'n zakje. Of je, ja, ik kom ze heel weinig tegen op de markt. En één tomaat. Dat is alles wat je nodig hebt. Dus het is, nou ja, je kan lekker relaxen en je kan naar dat gaan kijken of weet ik veel wat je aan het kijken was, een filmpje. Als je hem goed wil grillen, dan moet hij er zeker een uur in zitten. En vind je lekker met olie bestrijken, masseren. Kipkruidjes eroverheen of je eigen kruiden, wat je wil. Nou, dat is bijna het hele recept. Nou, ik zie nu zo meteen aan tafel. Ik ga even de kip nog opwarmen. Een goede avond. Ja, we zitten lekker aan tafel. En ja, ik heb eigenlijk vanavond de spiertjes gebruikt. Mag ik wel zeggen. Bijna 8 kilometer gelopen. Nog eens bijna even 9 kilometer. Hoe heet het, gefietst. En ja. Even een momentje hoor. Onder de bol blijft het niet tikken. En ja. Het is dat het maar 8 graden is of zo. Maar anders had ik nog wel even te water gesprongen. En had ik nog even 5 kilometer gezwommen. Dan had ik een halve triathlon. Of een kwart triathlon gedaan. Maar nee, ik had gisteravond, nou dat heb ik vanmorgen verteld, maar ik had zo'n kramp in mijn linkerbeen. En dat komt misschien ook door de kou. Ik heb niet zoveel, ik heb niet de kachel heel heet staan. Dus ik wilde er even uitlopen. Nou ja, het was een mooi weer. Ja, nee, dat was eerlijk. Ik heb nog een aantal foto's gemaakt, want ik had vergeten. En wat heb ik vanavond? Ik heb een. Ik heb. Een gegrilde kip. Met. Botersla en tomaat. En gegrilde kip op een bedje van botersla en. Tomaten. Heel simpel. Waar was een keertje geen uren in die keuken staan. En dit was hem. Dus. Nou, wat ik vanavond ga doen. Nou, ik ga eerst natuurlijk naar mijn clubje kijken. Wat die gedaan hebben. En daarna gaan we weer overschakelen aan de Dutch. Of kijken of er een leuke film is. Maar ik zou het niet weten. Trouwens, ik krijg steeds respons of van mensen dat ik achterlijk ben om Seriously Cursed te gaan boycotten. Maar ja, er zegt er eentje van, ja, van de VVD kunnen we geen steun krijgen. Ja, nou dan weet ik wel hoe laat het is. Dan is het van, die denkt dat de Minima een automerk is. Van, ik pak de Mini even maar. Hè? Dus, nee, en dan, dan geef je daar een argument op. En zelfs, nou, je solliciteert naar mijn negeerlijstje. Nou, nee, graag gedaan hoor. Zelfs Benny Joling is erop tegen van normaal. Op de Serious Request. Christ. Ik heb nog even uitspreken. Ik zou morgenavond naar een zonnebidden gaan. In Kogende Zaan. Maar er stond bij. De opbrengst gaat naar Serious Request, dus ik ga niet. Dus helaas, pindakaas voor die gasten. En ik ga nou even eten, want er zit dan weer een aas hier bij me. Die cirkelt al rond. Nou, ik wens u een hele prettige avond. En ik zie u morgen.